Ruim 54% van de Venlonaren gebruikt actief Facebook. Het is dan opvallend dat juist de Venlose politiek dit platform nauwelijks gebruikt. Hoewel een aantal raadsleden actief is op Facebook en Twitter, zijn er nog altijd veel raadsleden die onbekend zijn met nieuwe media. En als de politici dit medium dan wel gebruiken, doen ze dat vaak op de verkeerde manier. Nou, het is voornamelijk zenden van de dingen die ze doen. En ik begrijp ook heel goed dat men nog een beetje angstig is om dat dialoog echt aan te gaan. Maar dat betekent ook dat er negatieve reacties kunnen ontstaan. Maar ik denk wel dat je uiteindelijk niet omheen kunt om dat dialoog met die mensen aan te gaan. Vooral ook dat je kijkt, wat is de potentie van die sociale media? Dan is Facebook op dit moment het allergrootste sociale medium ter wereld wat er is. 9,4 miljoen gebruikers in Nederland, waarvan in Venlo 54.000. Dus dat betekent 54% van de Venlonaren actief is op het sociale medium Facebook. Dus je kunt daar wel echt iets mee. En ook daar zeker dat dialoog met die mensen aangaan. Ja, er is absoluut werk in de winkel. Ik denk dat meer moet worden en ook zou kunnen worden. Vooral als je inderdaad ziet hoeveel mensen dat er in Venlo Facebook hebben. Ja, dan zullen wij er alles aan doen om daar natuurlijk zoveel mogelijk likes bij te krijgen. Om ons nieuws wat we hebben, om dat beter te verspreiden. Ja, als ik thuis wegrijd, dan zet ik regelmatig op Facebook de vraag of dat er nog mensen iets hebben voor de rondvraag. En dan krijg je een veeltal aan reacties. Dat kan natuurlijk van alles zijn, van stoeptegels tot het kazerneterrein, om het maar zo te zeggen. Van horeca tot de zorg. Ja, en dan kijk je uiteindelijk met de rondvraag, ga je kijken wat voor reacties dat je op Facebook hebt gehad. Ja, en dan stel je je collega's de vraag. En dan de mensen die de vragen stellen, die geef je meteen een antwoord. Of je gaat er achteraan zelf en je komt er een paar dagen later op terug. Wij hebben zelf altijd gezegd, we willen altijd zichtbaar zijn. Ook met werkbezoeken, dat je laat zien en dat je er bent. Maar ook dat je met vragen naar mensen komt. Van wat willen jullie graag? Hoe gaat het in deze wijk? Dat kan je ook trouwens met social media goed doen. Vragen stellen en dat je reacties krijgt. Dat is ook een mooi onderdeel van social media. Wat eigenlijk nog jammer genoeg weinig gebeurt. Dus als ik wel eens een vraag stel van hoe is het nou in je buurt? Of hoe is het nu met de overgang van de zorg naar de gemeentes? Wat op veel plaatsen toch tot moeilijkheden leidt. Hoe loopt dat nu in Venlo? Heb ik wel eens vragen uitgezet op social media. In de hoop dat mensen daarop reageren. Maar daar krijg je dan weinig reacties op. Dat zijn dan misschien weer net mensen die ook niet in die social media zitten. Die daar problemen mee hebben. Ouderen of zieke mensen of zo. Dus nou ja, het blijft moeilijk om iedereen te bereiken. Maar het is wel een manier om meer mensen te bereiken. Ja, je ziet dat met ups en downs gaat. Dus als je het hebt over de begrotingsbehandeling en de kadernota. Dan is er wat meer aandacht voor de politiek. En dan moet er ook flink geld verdeeld worden. Als je er dan over communiceert, zie je ook dat het aantal hits op de website of het aantal bezoeken via Facebook voor bepaalde berichten, dat groter is. Maar dan zou wel wat actiever gecommuniceerd mogen worden. Ik ben zelf een raadslid die daar wel flink aandacht aan probeert te geven. Dus ik geef mijn mening vrij intensief via Facebook en Twitter. Maar ik ben het met u eens dat andere raadsleden daar nog wel eens een tandje bij zouden mogen zetten. Op de een of andere manier leeft het ook niet echt, heb ik het idee. We hebben wel hashtag Raad Venlo, hè? Dat is dan zeg maar bij Twitter. Daar kun je dus de berichten van raadsleden en collegeleden over verschillende raadsonderwerpen op teruglezen. Maar op de een of andere manier slaat dat nog niet goed aan. Ik weet ook niet of de inwoners van Venlo op die manier willen communiceren. Wat zou de raad niet veel actiever moeten zijn met zo'n hashtag en met Facebook? Ja, ik vind van wel. Maar ik vind de raad in zijn geheel is natuurlijk een groot woord. Ik denk dat het voor ieder gemeenteraadslid een goede manier is om te communiceren ook met je eigen achterban. En ook om natuurlijk je standpunten van de partij die je vertegenwoordigt te verkondigen. Ik probeer daar zelf uiting aan te geven en ik hoop dat collega's dat ook zullen doen. Is er nog werk aan de winkel? Raadsleden mogen meer bekend worden met social media en dat ook actiever gaan gebruiken.